Bam, daar zijn we weer, de man van Boerkistan, met de volgende vlog over de Road to the Bodybuilding Stage. Elke week, voor de mensen die het nog niet weten, plaats ik een vlog over mijn nieuwe avontuur. Profcarrière kickboksen zit erop. Nu zijn we begonnen voor de hunt naar de Bodybuilding Stage. En daar doen een paar toppers mee en die gaan het weten dat deze boer meedoet. Dus dat wordt sowieso leuk om te volgen. Daar zal ik ook vast wel een vlog nog aan wijden. Maar een van de comments was de vraag van wat voor supplementen gebruik je en waarom. Nou, daar gaan we deze vlog aan spenderen. Voor de mensen die me echt volgen, die zien nu geen gordel meer om. Mijn houding is dusdanig gecorrigeerd door die belt wat ik altijd om moest. Dat ik voortaan vanaf 4 uur 's middags de gordel niet meer om hoef. Ik merk ook zelf significante verschillen in mijn houding als ik in de spiegel kijk. Maar andere mensen merken het ook op. Zelfs mijn zus vroeg laatst nog van hey, hoe lang moet je die gordel eigenlijk nog om? Maar toen had ik hem niet meer om. Dus dat is goed nieuws. Dus vanaf 4 uur 's middags ben ik steeds een vrij man. Maar daar zijn we niet voor hier. We zijn hier voor de supplementen. Ik ben super voorbereid. Want ik heb het zelfs opgeschreven waarom dat ik sommige dingen gebruik. En ik begin met mijn digestive enzymes. Mijn digestive enzymes. Nou ja, digestion is spijsvertering. Dat zorgt er eigenlijk voor, die pak ik 2 maal daags. Het zorgt er eigenlijk voor dat de voedingsstoffen, dus het eetschema wat mijn coach mij toegewezen heeft, wat overigens voor de 3e keer opgehoogd is, want ik heb tussen mijn maaltijden door, ondanks dat ik echt flink aan het bikken ben, heb ik tussen mijn maaltijden door nog vaker een hongergevoel. En dat is nu in de bulkfase niet de bedoeling. De digestive enzymes heb ik altijd gepakt om ook tijdens mijn kickboxcarrière om de voedingsstoffen die ik binnenkrijg, om die optimaal op te nemen. Ik heb altijd met een calorietekort getraind. Dus als ik bij wijze van 1000 kilo calorieën verbrand, dan mocht ik er maar 900 eten. Nou, die digestive enzymes die zorgen dus voor dus datgene wat ik eet, dat het ook optimaal door mijn lichaam opgenomen wordt. God, nee, ik leg wel een verslaggever. Ik moet gewoon even de pagina scrollen. Wat ik verder eenmaaldaags pak zijn de boom. De vitamine D3. Oftewel de zonnevitamine. En gezien de mijne kleur, die heeft niet veel zon gehad. Sowieso in Nederland krijgen mensen zelfs in de zomers niet genoeg zonlicht. Dat wordt even uit mijn hoofd door de handpalmen opgenomen. En er nog wat, maar dat zie ik even zo snel niet staan. Lang leven de dyslexie. Maar het is wel heel goed voor mijn immuunsysteem en voor mijn lichaamcellen. En de opname van kalium uit de voeding. Dus bam, pakken we er gewoon bij. Die pak ik en wat ik ook nog heb is de vitamine B12 om in de vitamine scene te blijven. Dat doe ik allemaal om mijn multivitamines aan te vullen. Vitamines en mineralen zijn natuurlijk super belangrijk voor als je heel veel van je lijf vraagt. Dat heb je allemaal nodig. Waarom ik de extra B12 pak, is dat draagt bij aan mijn rode bloedcellen. Het bevordert de celdeling. Dus dat is zeer gunstig, zodat een nieuw weefsel gevormd kan worden. En ik wil dat er een nieuw weefsel gevormd gaat worden. Ja, verder goed, in mijn kickboxperiode was het ook fijn voor mijn zenuwstelsel. Psychologische functies heeft het ook. Dus voor het geheugen, concentratievermogen. Nou, daar pakte ik ze tijdens mijn kickboxcarrière voor. Om in ieder geval geen last te hebben van te weinig concentratie.
Dus nu is dat niet zo belangrijk meer. Op zich wel tijdens de fitness, als ik aan het trainen ben, te proberen om de mind-muscle connection te hebben. Hè. Dus als ik iets train, dat ik ook voel dat ik precies die specifieke spiergroep train. Maar nee, het is niet meer waar ik het voor kickboksen gebruikte. En verder is het goed voor de weerstand. En daar schoot nog eens een goede stand, de weerstand. Dus, en dit zijn de interessantere, want die kende ik van tevoren helemaal niet. En mijn coach heeft deze aangeraden, dus dat heb ik ook werkelijk op moeten zoeken. Dit is tribosiet. En voor de mensen die het mij kennen, die weten, ik ruik bekant niks. Deze die stinken. Vraag me niet waarom. Ik ruik het. Ja, is heel knap. Ik heb al deze dingen heb ik allemaal gedaan. Alle kickboksen, bababa. Zonder reukvermogen. Maar in ieder geval, de tribocyt. Ik ben weer afgeleid. Dus so far so good voor de vitamine B12 met concentratie. Maar ja, de tribocyt, ik moet dat oplezen. Want zo goed. Heb ik het ook niet gestudeerd? Ik kan wel doen alsof ik het allemaal weet, maar dat is gewoon niet. Tribocyt is met name geschikt voor sporters en mensen die zware activiteiten uitoefenen en helpen bij het dragen van zware werklasten in geval van fysieke vermoeidheid. Nou, oftewel, als jij de hele tijd met die zware spullen je loopt te sjouwen in de fitness, dan draagt dit bij dat je. Een verminderd vermoeidheidsgevoel hebt. En voor de mensen, wederom, die mij kennen, ik heb niet zoveel last van vermoeidheid. Wat ook nogal grappig is, en daar heeft deze boer zeker geen last van, maar het is blijkbaar ook een geweldig hulpmiddel voor erectiestoornissen. Nou ja, goed. Nee. Doe het perfect. Oké. Dan hebben we nog de Mimicker. En dat doe ik dus met chroom. En dat zal ik ook even zeggen. Deze is geïndiceerd om de regulatie van glycemie te verbeteren. Dus. Als een beschermende factor bij sommige specifieke vormen van perifere neuritis. Zoals het karpaaltunnelsyndroom of, ik zeg dat altijd fout, ischias, die huidingen. Het kan ook met voordeel worden gebruikt door sporters om spierherstel na de training te vermakkelijken. Nou, en raad het dus niet, daar pak ik die dus voor. Dus deze, die pak ik voor mijn spierherstel te bevorderen. Daarnaast heb ik nog meermaals per dag de traditionele wijshake op het menu staan. Dus ik begin de dag altijd met haver en oats, noemen ze dat ook. En een wijshake. Doe dat in de vorm van een maaltijdshake. En dan ga ik over naar heb ik een creatine en een BCA shake, 2 stuks fruit en 3 eetlepels pindakaas. Wat heb ik daarna? Daarna ligt het er eigenlijk aan of ik op een sporendag zit of op een rustdag. Op een rustdag dan knal ik 10 rijstwafels naar binnen en dan mag een klein vleugje light jam op. Op spoordagen eet ik vooral brood. Dus heb ik 6 sneden brood met kip of 5 eiwitten en 1 compleet ei. Dus ook met eigeel. En dan met sla of spinazie. Iets groens in ieder geval. Dan heb ik zowel op rust- en spoordagen daarna de volgende maaltijd een handvol noten. Wederom 10 rijstwafels. Meestal pak ik dan de rijstwafels met smaak.
Dus die zijn er ook. Die kun je gewoon bestellen. De sportrijstwafels. Als ik dat gehad heb, dan ga ik naar mijn avondeten. En dat wordt steeds meer. Ik zit dan al best hoog in mijn grammen rijst. Ik zit dus nu, ik krijg er nu 30 gram bij. Ik zat volgens mij op 150 gram per maaltijd. Ik zal dat heel even 100% dubbelchecken. Maar er is dus nu, omdat ik dus aan heb gegeven bij mijn coach dat ik hongergevoel heb tussen mijn maaltijden door, hebben we hem opgehoogd. En ik zie hier dat het 150 gram rijst is, dus dat wordt nou 180 gram. En als ik een pasta of aardappelen pak, dan zitten we op 500 gram. Daarnaast heb ik altijd kan ik kiezen tussen kip, rund of vis. Nou, ik probeer altijd daarin te variëren, gewoon voor de variatie en de smaak natuurlijk. En ik mag in principe onbeperkt groenten erin knallen, zolang het maar geen zetmeelhoudende groenten zijn. En dan sluit ik de dag af met een lactosevrije kwark, 2 eetlepels honing. En omdat ik natuurlijk weer had gezegd dat ik honger had na de maaltijd, dus tussen deze laatste maaltijd en mijn ochtendmaaltijd, werd ik altijd wakker met honger. Dus dan worden er nog 2 gekookte eieren met eigeel en al naar binnen gejapt. Dus dit is wat ik pak. Heb ik alles genoemd? Zal ik het even zeggen? Ja, ik heb alles genoemd. Dus mensen, dat was weer een kijkje in de keuken van Mitch de Farmer, aka de bodybuilder. Like en abonneer het kanaal. Vergeet niet in de comments te knallen wat je mij graag wil horen zeggen over ins en outs. Of wat je mij graag wil zien. En volgende week dan knallen we gewoon weer een videootje online. En als jullie niks zeggen, dan verzin ik zelf al wat. Kan mij het schelen. Ik ga het gewoon doen. Haha. Bas. Bas. Joe.